Suriname gedenkt vandaag haar 48ste Srividentie of Onafhankelijkheidsdag. De viering is van het jaar somber geweest vanwege de tragedie die zich de vorige week voltrok in het Matawai-gebied. De viering is door de regering aangepast op de verschillende locaties. Verschillende troepen verbonden aan de gewapende machten van Suriname was te merken dat het geen viering zoals Surinamers gewend waren. De eerste inspectie voor de politieeenheden is gedaan door waarnemend korpschef Ruben Kensen. Daarna was het de beurt aan bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kiwaseng, waarna tegen het eind alle troepen door president Santokki zijn geïnspecteerd. Dit is begroeten. Hier zie je een heel mooi verschil. Hè? Je ziet dus dat de bevelhebber in het groen is gekleed. En zijn adjudant in het blauw. Groen is het tenue overwegend van de landmacht. En het blauwe komt van de marine. Ja. Ja. En als het goed is, moet die goede man van de marine een wit hoofddeksel op hebben. Ja, een wit hoofddeksel op. Ja. Ja. Vader brengt een groet door het vader de degen. Dit is een mars die gespeeld wordt zolang de president de troepen van het leger niet is gepasseerd. Dus tegen de tijd dat hij hier aan het eind is, gaat u merken dat deze melodie stopt. De kapel van het Dutch Leger. Gebeurt dat ook bij de politie? Bij de politie. Maar een andere melodie. Na inspectie van de troepen vonden de andere activiteiten rond de onafhankelijkheidsviering. Onderdeel hiervan was een watershow nabij de marinetrap, gevolgd door een parachuteshow die elk jaar consequent in de afgelopen 45 jaren is uitgevoerd. Enkele ministers en parlementariërs gaven hun Srividentieboodschap aan de samenleving. We are took bite of cut. We zijn een natie en we zijn hier met een reden in verschillende bevolkingsgroepen en wij moeten dit land allemaal en, naar een bijzondere hoogte brengen, zodat de nazaten, die volgen, de generatie die komen, trots mag zijn op deze generatie. Het gaat nu goed. Het klinkt zo negatief als je zegt een lange weg. Een uitdagende, maar ik denk wel dat we het redden als natie. Kijk, we zijn 48 jaar jong. Je wilt natuurlijk dat je veel verder bent. Dit land heeft veel diepe dalen gekend, maar ook weer steeds uit die diepe dalen gekropen door onze veerkracht van het volk. Ik hoop nu dat wanneer we uit het diepe dal zijn gekropen, uit de economische malaise die we achter de rug hebben, dat we nu op het pad van voorspoed blijven, dat we op het pad van succes blijven, dat we op het pad van eenheid blijven en natie vormen en dat we niet weer afdwalen. Heel belangrijk wat ik elk jaar zeg is dat we eenheid moeten tonen. We zijn één volk, we zijn hier gebracht. Op verschillende momenten, voor verschillende doeleinden. Maar het betekent niet dat we apart zijn of separaat van elkaar zijn. We hebben verschillende culturen, verschillende gewoontes. Ik zie dat als een rijkdom. En laten we dat koesteren. Laten we ervoor zorgen dat we één volk zijn. Dat is de enige manier om dit land te ontwikkelen. Wij gaan er allemaal baat van hebben. Dus ik ben blij dat we hier nadrukkelijk deze eenheid ook demonstreren in het bijzijn van gasten uit het buitenland. De overige activiteiten zijn afgesloten met een receptie in de achtertuin van het presidentieel paleis, waar de president de aanwezigen toesprak.